Deze week is het Week van de Pleegzorg. En overal in het land wordt extra aandacht gevraagd over het belang van pleegzorg. Zo ook hier in Purmerend. Hier draait de campagne De Teller Moet Op Nul. Want er is nog altijd een tekort aan pleeggezinnen. Ik heb afgesproken met de pleegzorgwerker van Spirit om het hierover te hebben. Ik begeleid pleegouders door hun te ondersteunen en te helpen bij de vragen die ze hebben. Dat varieert van hele praktische vragen als in... We willen ons pleegkind graag inschrijven op zwemles, hoe pakken we dat aan? Maar ook ingewikkelde vragen als dat een pleegkind zijn ouders mist en hoe gaan we daar het beste mee om? Wat ik vooral heel erg belangrijk vind in mijn werk is dat ik altijd mijn pleegouders meegeef dat ik er voor het hele gezin ben. Dus ik kom natuurlijk omdat er een pleegkind in het pleeggezin woont, maar het brengt ook natuurlijk heel veel teweeg voor de eigen kinderen van pleegouders. Ja. Wanneer er een pleegkindje bij komt. Dus, je bent er voor allemaal. Ja, pleegzorg is de meest natuurlijke vorm van hulpverlening. He, hoe fijn is het dat als een kind niet meer thuis kan wonen, dat het dan in een ander gezin opgevangen kan worden. Ik ben nu onderweg naar de Bloemist. Pleegkinderen wonen het allerliefst in een doodgewoon gezin. En daarom dachten wij, in de Week van de Pleegzorg geven we een doodgewoon leuk cadeau. Deze week ontvangen alle pleeggezinnen een bos bloemen. Met erin een mooie bon van een pretpark of een dierentuin om een dagje weg te zijn met het hele gezin. Dus even kijken hoe het ermee staat. Hoi! Zijn alle bloemen verstuurd? Bijna, we moeten er nog 20. Pleegzorg is een belangrijk onderdeel van de jeugdzorg. En pleeggezinnen zijn van onschatbare waarde. Ze geven kinderen een veilige plek waar ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. En daarom moet de teller op nul.